We gebruiken de VideoMast eigenlijk op dit moment altijd voor wedstrijden. En dat geeft gewoon een groot voordeel dat je geen stijger meer nodig hebt. Dus je kan overal bij elke complex waar je komt, kan je de mast heel simpel installeren. En dus ten alle tijde beelden maken. Je bent niet afhankelijk van is er wel of geen stijger. Dus elke wedstrijd die je wilt, die kan je filmen. Maar dat geeft je ook een voordeel dat je bij trainingen makkelijk vanuit verschillende posities de mast kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij een keeperstraining of een afwerkoefening, dat je hem gaat verplaatsen naar achter de goal. Of tijdens een wedstrijd gaat zeggen van nee, ik wil eens een keer vanuit een ander oogpunt de wedstrijd bekijken. Als de hoofdtrainer dat aangeeft, en dan zet je hem in de hoek van de cornervlag. En dan zie je alle beelden, de hele wedstrijd vanuit een totaal ander perspectief. En dat levert vaak weer nieuwe inzichten op. Daardoor flexibiliteit van die mast kunnen daar ook heel veel in doen en heel veel in variëren. Videoanalyse is voor ons toegevoegde waarde omdat wij spelers kunnen ontwikkelen daardoor, beter kunnen ontwikkelen. We laten bijvoorbeeld beelden zien van hoe ze trainen, wat ze in een wedstrijd doen, kunnen we allemaal precies laten zien. Vervolgens kunnen we daarmee gaan zitten en die jongens uitleggen wat ze beter kunnen doen of wat ze juist heel goed doen. Dit kan op individueel. Maar het kan ook in een heel team. Waarom werkte onze tactiek wel tegen deze ploeg en niet tegen een andere ploeg? Kunnen we precies met de jongens gaan zitten? Dus dat is heel belangrijk. Voor de rest bij de jeugd gebruiken we het om de jeugdspelers nog beter te kunnen ontwikkelen. Hier is eigenlijk weer hetzelfde dat we ze individueel veel kunnen laten zien. Van jongens van het eerste van Cambuur kunnen we laten zien hoe zij hoe die spelers op de positie dat doen. En ook kunnen we de jeugdspelers dan weer laten zien wat zij dan beter kunnen doen. Daar hebben ze veel aan, merk je. Ook qua tactiek merk je dat ze er veel aan hebben om videobeelden te laten zien. Omdat je dan toch nog een extra iets hebt om de jongens iets te kunnen laten zien van oké, hier zijn we bezig en dit gaat goed en dit gaat niet goed. Makkelijker alleen maar trainen. We gebruiken videoanalyse zeker voor tactische trainingen, voor tactische beelden.